Hoe is het om arm te zijn? Is er veel armoede in Amstelveen? Kunnen we het oplossen? Daarover gaat het vandaag in 1 Amstelveen. We staan bekend als een van de rijkste gemeenten van Nederland, maar zijn we dat ook? Aan tafel vandaag, Barry Rol. Ze woont 7 jaar in Amstelveen en ze durft te zeggen dat ze in armoede leeft. Was het drempeltje hoog om hier naartoe te komen? Heel hoog. Ja? Heel hoog. Waarom is dat hoog? Omdat je een bepaalde stempel krijgt. En ik vertel het ook niet iedereen. Er zijn maar 2 vriendinnen die het echt weten. En voor de rest laat ik het ook erbuiten. En die stempel die je krijgt is van... je bent zielig. Je telt niet mee, want je kan toch niks. En heb je dit nog nodig? Heb je dat nog nodig? Dan loop je niet beter koop. Maar waarom heeft u besloten om hier wel aan mee te werken? Omdat ik vind dat er wat meer naar buiten gebracht kan worden. En dat je niet hoeft te schamen dat je wat minder geld hebt. Dat het moeilijk is, dat is een feit. Maar je hoeft je niet te schamen. Okay. En dat doen veel mensen. Ik kom zo graag even bij u terug om te bespreken van hoe zit dat nou precies. Ook aan tafel Wil Rode, vrijwilliger bij de Voedselbank Amstelveen en burgerraadslid voor de SP. Waarom bent u eigenlijk door dit onderwerp geraakt? Heeft twee oorzaken. Ik kom zelf uit een arbeidersgezin. Geboren en getogen in Amstelveen, maar wij woonden wel tussen de hele rijke mensen. En de kinderen in mijn klas, op de lagere school, die gingen allemaal in de zomer naar het buitenland. Ja. En met kerst op wintersport. Ja. En mijn ouders hebben nooit een auto gehad en wij kwamen niet verder dan de fiets op het Amsterdamse, naar het Amsterdamse bos. En mijn zomerplezier was een zwembadabonnement aan de pool. En de tweede oorzaak, of de tweede reden, is dat ik bij mijn werk bij de politie, want ik heb altijd bij de politie gewerkt, daar heb ik toch wel zoveel armoede gezien. Wat deed u bij de politie? Ik heb heel lang bij de jeugd- en zedenpolitie gewerkt als rechercheur. En dan kom je echt voor bij heel veel mensen achter de voordeur. En het allerergste wat mij ooit trof was in de Bijlmer, ik was daar op voor een onderzoek. En ik doe de ijskast open, want je moet ook even kijken of mensen echt in staat zijn om voor kinderen te zorgen. En ik trof alleen een zak met spekkies aan in een volkomen lege koelkast. Ja. En dat brak wel, nou dat brak niet mijn hart, maar ik dacht, hoe kan dat nou? En zie je dan ook een relatie tussen die twee verschijnselen? Tussen aan de ene kant die armoede en aan de andere kant waar je als politie mee te maken hebt, strafbare feiten. Zie je dat dan ook ontstaan? Of is dat... Nee, wat je wel ziet bij mensen, want ik moet eerlijk zeggen, ik kom door met mensen, in die positie kom je dan thuis bij mensen waar iets ernstigs met hun kinderen is gebeurd. Ja. Natuurlijk is er wel een link met wie jouw netwerk is en wat je kracht is en of je in staat bent om hulp te vragen. Maar het is niet zo dat ik bij die mensen nou specifiek over de vloer kwam omdat ze de ouders iets crimineels hadden gedaan. Integendeel. Nee. Mijn derde gast is Victor Frequin, raadslid voor de VVD. Meneer Frequin, fijn dat u er bent, maar de VVD staat niet bekend natuurlijk als een partij die de verkiezingen gaat winnen met armoedebestrijding. Nou, misschien kan ik dat vanavond verbeteren. Dank voor de uitnodiging en nog gefeliciteerd met de subsidie die met name 1 Amstelveen gekregen heeft. Dank u wel. Van het Mediafonds, dus heel goed. Reden te meer om hier te zitten. Ja, het antwoord op uw vraag, dan moet ik denken aan een citaat van Eberhard van der Laan als burgemeester van Amsterdam. Die ging een keer de Miljonair Fair openen. En toen vroeg men hem, moet je het nou wel doen in een stad met zoveel mensen die daar niet naartoe kunnen? En toen heeft hij het fantastische antwoord gegeven dat hij burgemeester was van de rijken, maar ook van de arme mensen in Amsterdam. En ik vind dat ik als raadslid, gemeenteraadslid ben voor alle inwoners van Amstelveen. Dat is helder. Ik stel voor dat we eerst even gaan kijken hoe de situatie nou eigenlijk in Amstelveen is. En de cijfers spreken elkaar een heel klein beetje tegen. Laten we even kijken naar bijvoorbeeld de cijfers over het vermogen. Dus het geld dat mensen op de bank hebben staan, in aandelen hebben zitten of in hun eigen huis. Nou, dit zijn de cijfers van 2019 en dan zie je van de 350 gemeenten dat de usual suspects staan bovenaan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Amstelveen, dat is 62.000, dat is eigenlijk maar net boven het gemiddelde. Dan heb je het dus over dat het geld bijvoorbeeld in een huis zit. Nou, dus eigenlijk is Amstelveen wat dat betreft een hele normale gemeente. We hebben ook eens gekeken naar de cijfers over de inkomens per jaar en dan zie je dat Amstelveen behoorlijk hoog zit. Dit zijn de gemiddelde inkomens van weer die bekende rijkere gemeente en dan zit Amstelveen op de 12e plaats. Nou, daar sta je dus al een stuk rijker bekend. Maar goed, nou, naar de echte werkelijkheid. Landelijk is 8% van de bevolking in armoede. Uit cijfers van het CBS blijkt dat. In Amstelveen is het ongeveer 6%. Dat zijn dus 5500 mensen. En specifieke wijken waar veel mensen in armoede verkeren is Groenlaan, Bankras, Kostverloren, Keizer Karelpark.
Hoe moet je Amstelveen nou omschrijven? Hoe kijken jullie tegenaan, tegen dit soort cijfers? Als ik een toevoeging mag doen, als je naar de cijfers kijkt, dan mogen we uitersteden ook niet vergeten. Uitersteden wonen ook heel veel studenten die ook meetellen met de cijfers die Amstelveen heeft. Dus ik denk dat daar ook iets is. Maar in zijn algemeenheid, inderdaad, Amstelveen is niet alleen maar een rijke stad. Nee. Als je door Amstelveen heen rijdt, zie je heel veel ook zeg maar gedateerde appartementen, flatgebouwen, heel veel sociale huurwoningen. Men vergeet wel eens dat meer dan een derde van onze woningvoorraad sociale huurwoningen zijn. En ik roep altijd, zeg maar, ook vanuit de VVD, dat we ons ook moeten richten op de mensen die daar wonen. Dus ik denk helemaal niet dat Amstelveen, dat alle mensen hier rijk zijn. Nee. Mevrouw Rood, hoe ziet u dat? Ik zie dat eigenlijk hetzelfde als wat mijn collega van de VVD stelt. Ja. Het is wel zo dat er natuurlijk heel veel sociale huurwoningen bezet worden door mensen met een fors middeninkomen, maar die kunnen gewoon niet doorstromen. Ja. Dus dat even terzijde. Maar wat ik zie is dat wij helaas, ik zeg echt nadrukkelijk helaas, een aantal kernen hebben met inmiddels, wat mij betreft en mijn partij ook, sociale achterstandswijken. Wat zijn de Amstelveen aan de sociale achterstandswijken? Ja, nou, als je door Groene Laan loopt, dan zie je ze heel duidelijk. Maar ook bijvoorbeeld de Sjane Dark flat. Van Heuvel-Goedertlaan, Lindenlaan, Sportlaan. Dat zijn gebieden waar mensen gevestigd worden, met name met de lage inkomens. Ja. En wat is dan het probleem, zeg maar? Is dat alle arme mensen bij elkaar wonen, waardoor kinderen ook, zeg maar, vanwege, vind ik, hè, de minimale armoedevoorziening, eigenlijk de wijk niet meer uitkomen. En wat je dan ziet ook, is dat het lijkt, we hebben daar ook wel duidelijke voorbeelden van, dat er een aantal wijken verslonst raken, minder schoon is, wordt slechter onderhouden. De woningen zijn ook slechter onderhouden. Hè, dus dat is gewoon heel duidelijk zichtbaar. Ja. En dat baart ons zorgen. Maar wat zou je daaraan moeten doen? Als we dit even bij de kop pakken, wat zou je hiermee kunnen doen? Nou, wat je eraan kan doen is een heel strak actieplan. Volgens mij hebben we daar ook wel vaker over in de raad gehad. Wat kan je er nou aan doen? Ja, dat betekent eigenlijk dat de gemeente, het college, moet afspraken maken met eigen haard. Maar ook het college zelf. Dus de woningcorporatie. Ja, de woningcorporatie, het onderhoud. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Als je nagaat dat we hier nog steeds flats hebben met enkel glas. Ja, dat is natuurlijk te droef voor woorden. Ja. Dus het college moet ook daarop inzetten dat die woningen goed onderhouden worden. En ten tweede is het onderhoud gewoon de groenvoorzieningen, de speelvoorzieningen in de wijk. Daar mankeert heel veel van. Toevallig heeft mijn collega Marina Kassedij de laatste commissievergadering nog gezegd, nou, er zijn gewoon speelplaatsen, het lijken wel afwerkplaatsen wat je daar allemaal aantreft. Maar dat zijn wel precies die wijken waar de armere gezinnen wonen. Ja. We komen straks op de rol van de gemeente terug. Hè? Want voor het weet zit je weer in de politiek. Ja, ja, nee, ik wil even naar u, mevrouw Rol. Mag ik u beginnen met een impertinente vraag die je eigenlijk niet zo gauw aan iemand stelt. Maar van welk bedrag moet u maandelijks rondkomen? Eigenlijk van nul. Van? Van nul euro, eigenlijk. Wat bedoelt u dan? Als ik mijn vaste lasten heb betaald, dan blijft er eigenlijk niks meer over. Ja. Ik leef in de voedselbank. Mijn zoon die moet eigenlijk... Even uw gezin samenstaan. Hoe u woont met een gezin? Ik was tot... dan moet ik even nadenken. Hij is nu 24. Tot 2 jaar terug was ik alleenstaande, zonder kinderen. Terwijl ik wel 3 kinderen in huis had. Hoe zit dat? Omdat de gemeente niet de kinderen telt waar ik de pleegzorg voor heb. Dat zijn pleegkinderen? Dat zijn pleegkinderen en die telt de gemeente niet mee als kinderen. Mm-hmm. Dus ik ben alleenstaande zonder kinderen. En dus je krijgt ook helemaal niets voor de kinderen. Daar is de pleegzorgvergoeding voor. Is een deel waar. En daar doe ik ook heel veel voor de kinderen voor. Echt alles. Maar daar kom je ook aan tekort. Want het is geen vetpot voor de kinderen. Ik ben blij dat ik al 30 jaar, meer dan 30 jaar pleegouder mag zijn. Ja, ik moet dus ook nu eigenlijk bijstand hebben, maar door de kostennormdeler is dat eraf gehaald, omdat mijn zoon 23 is geworden. Die is ook... Voor u gaan zorgen? Die moet voor mij gaan zorgen. Mm-hmm. En die moet van zijn wajon, want hij heeft dus een wajon omdat hij ernstig ziek is, dat vindt hij zelf ook moeilijk, moet hij mij dus 155 tot 200 euro afdragen. Ja. En daar moet ik van rondkomen. Daar moet u van rondkomen. Ja. Mag ik even vragen, hoe bent u in deze situatie terechtgekomen?
Ik ben in 2005 uit elkaar gegaan. Ik heb, ben getrouwd geweest. Ja. 2006 ben ik, zeg ik het nou goed? Ja, dat spreek je op een jaar hoor. Ja, nee, maar goed. Ben ik gescheiden. En ik ben in 2013 ben ik hier naartoe verhuisd, langs of heen. Ja. Ik heb 10 jaar lang heb ik op mijn oude adres gewoond. En nou ja, de bekende verhalen, scheiding, de buren wisten meer dan dat ik zelf wist. En toen had ik zoiets van, nou, dat wil ik niet meer. Ik wil een rustige omgeving, ik wil een fijn leven. Dus zodra ik een woning zie, ga ik daarheen. Ja. Dat was dan de woning waar ik nu woon. Een hele fijne woning, hele fijne buurt, fijne buren. Maar ja, dan kom je in Amstelveen met een kant-en-klaar schuldenpakket. Wat kant-en-klaar door de schuldhulpverlening. Want hoe kom je aan die schuld? Waar komt die schuld? Dat was vanuit het huwelijk, ja. U was één van de twee en er bleken schulden te zijn. En dat hebben we eigenlijk verdeeld, ja. Wat gebeurt er dan in zo'n schuldensituatie? Wat er gebeurt is dat je eerst probeert het zelf op te lossen door overal een beetje te geven. En dan kom je er dus wel snel achter, want ook je inkomen gaat omlaag. Ja. Met al die schuldeisers, die nemen daar geen genoegen mee. Eigenlijk niet, nee. En toen ben ik naar de CESO schuldhulpverlening in Amsterdam nog, want toen was het net in de overgang van. Toen hebben we dat allemaal helemaal uitgezocht, helemaal op poten gezet. We hadden een kant-en-klaar boekwerk. Op dat moment dat ik naar Amstelveen verhuisde in 2013, hadden we het kant-en-klaar. Ze hoefden het alleen maar naar de kredietbank te sturen of van nou, geef een goedkeuring. En een voorstel voor schuldhulpverlening. Ja. Ja. Voor de schuldhulpverlening. Ja. Dat was gewoon kant en klaar. Dus ik ben in januari 2014 ben ik hier gekomen. En met het kant en klare boekwerk. En toen is het allemaal fout gegaan. Wat is er fout gegaan? Dat de gemeente mijn papieren kwijt was. Dat ik een aanvullende uitkering had aangevraagd. Die hadden ze ook nooit ontvangen. En ik kwam daar eigenlijk als groentje. Dat ik ook niet wist dat als je wat afgeeft aan het gemeentehuis, dat je een papiertje van ontvangst moet vragen. Je komt daar op goed vertrouwen, omdat je vanuit Amsterdam komt, waar het heel goed geregeld is. Dat moet ik echt zeggen. En er zal ook fouten gemaakt worden, maar niet op dat moment dat ik het nodig had, ging het goed. Ja. En de schuldhulpverlening, dat is één grote puinbak. Je levert een kant-en-klaar plan in voor, en ze hoeft het alleen maar in te sturen, alles was al uitgezocht. Ik ben alles kwijtgeraakt daar. Ik moest alles weer opnieuw aanvragen. Ik heb geloof ik 6 of 7 schuldhulpverleners gehad. En in 2000, mag ik daar aan jou vragen? In 2015 ongeveer is het pas van start gegaan. Ja. Wat is van start gegaan toen? De schuldhulp. De schuldsanering. Omdat het pas toen weer compleet was. Ik wil nog even terug naar wat de situatie nou eigenlijk is. Want u zei van, als ik mijn vaste lasten betaald heb ik eigenlijk geen dubbeltje meer over. Van mijn vaste inkomen niet? Dus nee. U moet nu leven zeg maar van het geld wat van uw zoon binnenkomt. Ja, en dat verwacht de gemeente. Maar wat betekent dat nou voor jezelf? Hoe ziet dan je week of je dag eruit? Dat wil je niet. Nee, dat begrijp ik. Maar hoe los je dat op? Hoe ga je daarmee om? Hoe los je dat op? Goed te kijken naar alle aanbiedingen. Goed te weten van wat kan ik wel, wat kan ik niet. Zorgen dat je uit de schulden blijft, wat ik heel trots op ben dat dat ook kan. En en heel veel ook niet kunnen doen. Hoeveel pleegkinderen heeft u? Ik heb er nu nog 1 in huis. Ik heb er 3 officieel in huis. Ja. Eentje van 23 die niet meer onder de pleegzorg valt. Nog eentje van 20. En dan heb ik er nog eentje van 10. Wat betekent nou die situatie van armoede waarin u al vele jaren verkeert voor kinderen? Wat betekent dat? Voor kinderen betekent dat ze veel niet kunnen doen. Wat bijvoorbeeld niet? Je kan niet naar een pretpark. Je kan niet naar een arts. Je kan niet zeggen van, oh, we gaan even 3 weken op vakantie. Je kan niet zeggen van, dat ijsje, dat zorg ik dat er wel is. Want, en de kleding is er, want daar is inderdaad wel. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. En dat vind ik het moeilijkste aan dit allemaal. Daar is de pleegzorg voor. En dat gebeurt ook. Maar voor mijn biologische kinderen. Ik heb ook een. En daar kan niks voor. Want je hebt dat niet. Nee. Je krijgt het niet. Nee, want u heeft dus pleegkinderen en biologische kinderen. Ja. En die biologische kinderen zijn inmiddels thuis uit. Ja, dat wel. Maar die hebben dat wel. Ik heb dat ook natuurlijk. Meegemaakt. Ja, die hebben het ook meegemaakt. Ja. En dan kan je dus niets.
Nee. Mevrouw Rode, wat is nou, ik kom zo even terug, ja. wat is nou de kern van het probleem hier? Van waardoor ontstaat zoiets en waardoor escaleert het eigenlijk ook al jaren? Nou, waar het heel feitelijk op neerkomt, is dat gewoon het inkomen, of je nou bijstand hebt of je bent afgekeurd, ja. Dat inkomen is gewoon veel en veel te laag. Het is gewoon, het is ja, je wil het niet geloven, maar hoe kan je nou van 900 zoveel euro als alleenstaande moeder leven? En natuurlijk zijn er wel, heb je de zorgtoeslag en de huurtoeslag, maar ook dan kom je er niet als alleenstaande moeder. Nee. Nee. Bijvoorbeeld, en als een echtpaar zit je op de 1400 zoveel, met zorgtoeslag en huurtoeslag. Maar er hoeft maar dit te gebeuren, je raakt je baan kwijt, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Of je wordt ziek en je bent daar niet voor, goed voor verzekerd. Hè? Zoals heel veel mensen aan de onderkant van de samenleving, hebben die al die verzekeringen helemaal niet. Want daar hebben ze al sowieso nooit geld voor gehad. En dan zie je dat het heel snel mis kan gaan, want ze zitten aan abonnementen vast. Die ze wel moeten ophoesten, ja. Maar die zich helemaal niet meer kunnen veroorloven. En op die moment dat er een schuld ontstaat, dan zie je dat de schuldeisers enorm veel druk uitoefenen op bewindvoerders, op de deurwaarders. Ja. En de ene incasso naar de andere incasso volgt, daar weet Barry alles van. En voor je het weet heb je in plaats van 400 euro schuld, heb je 14.000 euro schuld. Want dat gaat razendsnel. Je komt er ook niet meer uit. Mag ik vragen, was werken voor u een optie? Was dat een mogelijkheid? Nee, in het verleden ben ik ernstig ziek geweest. Mensen hebben kanker gehad en daar ben ik op afgekeurd. En daar heb ik een aantal vervelende dingen van overgehouden. Dus ik krijg een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ja. U bent, mevrouw Rode, u bent actief voor de voedselbank. Ja. Wat doet u daar precies? Ja, ik ben daar lid van bestuur, maar mijn voornaamste taak is de intakes. Dus ja. Ik zie de mensen die langskomen, die een beroep doen op de voedselbank. En dat betekent dat zijn de mensen die ongeveer 55 euro per week te besteden hebben. Want wat is het criterium om in aanmerking te komen voor... Dat je nog armer dan arm bent. En zeg maar, als je gewoon bijstand hebt, dat heb je al bijna niks. Maar dan kom je dus niet voor de voedselbank in aanmerking. Want dan heb je te veel, zegt. Dus je moet eigenlijk al in een schuldsaneringstraject zitten. Of ja. Je moet een ander probleem hebben. Maar ja. Dan kom je in aanmerking voor. Ja, wat je wel heel veel ziet, zijn mensen die onder bewind zijn gesteld. En ja. Die krijgen een leefgeld per week van hun bewindvoerder. En dat is soms maar 40 euro per week. Ja. En soms 50. En afhankelijk van de kinderen een tientje per week erbij. Ja. Maar wat je ook ziet, dat is een hele grote groep en dat is echt heel zorgelijk. Dat zijn mensen die onder bewind zijn gesteld. Dat zijn de zogenaamde onder beschermingsbewind gestelden. Dat zijn mensen die volledig zijn afgekeurd, maar niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ja. Dus die hebben dan een beschermingsbewind. Dat zijn veelal mensen met een psychiatrische achtergrond. Ja, die kunnen gewoon helemaal nooit meer aan het werk. En wat je ook nog ziet, is een groot deel mensen die in de bijstand zitten, schulden hebben, maar niet kunnen werken. Omdat, we weten nu eenmaal, het sociale zekerheidsstelsel in ons land is zo dusdanig verslechterd dat het afvoerputje van Nederland is de bijstand geworden. Vroeger kon je afgekeurd worden. Hè? Je moet nu zeg maar ongeveer sterven na dood zijn, wil je nog afgekeurd worden. Ja. En die mensen zijn allemaal in het put van de bijstand gekomen. Als je ook kijkt naar in Amstelveen, dan het percentage van mensen die daarin zitten, de helft zal nooit kunnen werken. Dus het is ook een fabeltje om te denken dat mensen die in de bijstand zitten niet willen werken. Ze zouden heel graag willen werken, maar de helft is echt ziek, chronisch ziek, met ernstige aandoeningen. En de andere helft, die wel aan het werk komt, die komen ook wel regelmatig aan het werk, maar die blijven hangen in baantjes aan de onderkant van de samenleving. En die komen in die banencarousel terecht. Ja, ja, dan gaan we waardoor ze arm blijven, omdat ja. Op het moment dat ze een baan hebben, dan is het minimumloon. Nou, dat is, ja, daar kom je ook niet van leven, zal ik maar zeggen. Daar kan je echt wel je eten van kopen en dan is het zo, dat is het dan. Dan ben je nog steeds een werkende arme. Ja. Maar als je contract is afgelopen, dan ga je 3 maanden naar het UWV, dan krijg je WW. Dat is al maar 70%, dan kan je nog een aanvulling krijgen. En vervolgens moet je weer op die deur kloppen bij een gemeente. Hallo, hier ben ik weer, bijstand. Ja. En wat er dan gebeurt is een gat. Want dan zegt de gemeente, ja, maar u kunt weer werken. Ja, dat klopt ook, maar ik heb wel nu geen inkomen meer. En dan komen ze vervolgens weer in een baan, soms maar voor 24 uur, hebben ze weer aanvullende bijstand nodig. Want het zijn veelal mensen die niet hoog opgeleid zijn, dat ook nooit zullen worden.
Want er is gewoon geen geld voor om die mensen allemaal op te laten leiden, zal ik maar zeggen. Dus je ziet dat ze dan weer in een volgend contract komen. Dat zijn die flexcontracten. Ja. Nou, hè, dat, wat maakt dat mensen in armoede gehouden worden. Oké, okay. Meneer Verkwijn, even twee punten. Mevrouw Rode zei net van eigenlijk de minimumuitkering is gewoon te laag. Je kunt het daar gewoon niet van doen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja. Allereerst respect dat u hier zit. Hè. Dus ik vind het heel knap dat u uw verhaal doet, want niet zoveel mensen die durven dat. En wat ik gezegd heb, ja, we hebben veel mensen, niet alleen in Amstelveen, maar in Nederland, zijn er inderdaad ook arme mensen bij. En niet veel mensen durven het verhaal vertellen wat u vertelt. Nee, en ik begrijp ook dat u niet op haar specifieke situatie kunt. Ja. Nee, dat is ook heel lastig natuurlijk. Nee, dat ga ik niet doen. Maar in het algemeen? Van... Kijk, het verhaal moet wel verteld worden. En in die zin spreken mevrouw Rode en ik elkaar wel vaker. En dat verhaal moet verteld worden. Want wil je er wat aan doen, wil je het veranderen, zul je de mensen daarvan bewust moeten worden. Maar als reactie op de vraag... Ja, goed, inkomenspolitiek is een beetje een formeel antwoord, maar de inkomenspolitiek, dat gebeurt in Den Haag. Hè. Dus maar u vindt er misschien wel wat van. Ik vind er wel wat van. Hè. Dus ik denk dat je daar ook een ontwikkeling in moet hebben. De samenleving moet geld daarvoor reserveren. Ik denk dat niemand wil dat andere mensen arm zijn. Niemand wil dat hij zelf arm is. Dus je gunt het niemand. Dus je moet een samenleving bouwen waarin je dat gaat veranderen. De gemeente Amsterdam zegt, we vinden gewoon, als gemeentebestuur vinden wij de bijstandsuitkering gewoon te laag. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou goed, de bedragen die mevrouw noemt, ik heb het even nagekeken, die zijn iets hoger. Maar het blijven natuurlijk gewoon hele lage bedragen. Maar goed, nogmaals, in orde van grootte, het is natuurlijk gewoon te laag. En dan heb je dus een landelijke overheid die er wat van vindt. En daar moet ook wat mij betreft zeker wat aan gebeuren. Andere kant wil ik ook... Dus u zegt eigenlijk, even een antwoord op de vraag, voordat het een politiek antwoord wordt. U zegt eigenlijk, van als je het aan mij vraagt, zeg ik van ja, je zou de bijstandsuitkering wel moeten optrekken. Ja, ik denk dat je best een stap kan zetten. Hè? Dus ik ben van de VVD. Dat betekent dat je ook altijd het geld, voordat je het uitgeeft, dat je het ook ergens vandaan moet halen. Hè? Dus wij zijn heel erg van we moeten het ook samen kunnen betalen. Maar als je het kunt betalen, hè, dan vind ik dat de mensen die in de armoede zitten, daar zeg maar vooraan moeten zitten om dat te krijgen. Hè? Dus wij zitten veel meer op van, je kunt geen geld uitgeven wat je niet hebt. Hè? Je moet zorgen dat de samenleving gezond blijft, of het nou landelijk is of plaatselijk. Dus wij kijken heel erg naar een goed financieel beheer. Maar als je dat hebt, moet je meer uitgeven. En dan komen we straks bij Amstelveen. Ik denk dat we dat in Amstelveen ook doen. Misschien nog niet genoeg. Hè? Misschien nog niet genoeg. Maar daar moet dan een lijn in gevonden worden. Ik heb in uw bijdrage die u in de gemeenteraad heeft gedaan, ook wel eens gehoord van u zegt van ja, kijk, er zijn ook heel veel arme mensen die wel degelijk werken. Die ze ook meer moeten betalen. Klopt. Daar heeft u een heel duidelijk punt van gemaakt. Ja, dat was mijn tweede. Bedankt. Hè. Ja, ik help een beetje. Nee, heel goed. Want van die 6%, het is ongeveer 7-8% landelijk en 6% Amstelveen, dat is gewoon ook te veel. Dat vinden wij ook te veel. Er zitten ik heb vorige maand nog een presentatie van de voedselbank gehoord. Er zitten toen de tijd, een maand geleden, 475 mensen in Amstelveen die bij de voedselbank lopen, waarvan 100 kinderen. Dat vindt niemand in Amstelveen prettig. Ook de VVD vindt dat niet prettig. We zijn blij dat de voedselbank er is. Hè. Wij komen daar zelf ook. Hè. Ik ben zelf ook daar geweest. Ik heb zelfs nog wel eens Albert Heijn's leeggeroofd of gehaald. Hè. Het was toegestaan. En naar de voedselbank gebracht. Zo. Ik doe niet zoveel als mevrouw Rode, maar iedereen probeert zijn steentje daaraan bij te dragen. Maar 475 mensen die daar zeg maar hun kratten ophalen, dat is veel. Dat wil je liever niet. Maar dan even naast de verantwoordelijkheid van de overheid, is er ook de werkgevers en de werknemers. Hè? Dus de helft van die 6%, of de helft van de mensen in de armoede, mevrouw Rode, die zei het ook al, die heeft op een of andere manier heeft die werk. En u beschrijft heel goed hoe moeilijk het is om daaruit te komen. Nou, u bent bekend met het feit dat de FNV een actie doet om het minimumloon omhoog te trekken naar 14 euro. En ik lees daarover. U bent daar ook voor, volgens mij. Ik ben daarvoor. Ik ben in de sector waar ik werkzaam ben, ben ik cao-onderhandelaar. Dus ik sluit cao's af. Ik heb vorige maand in de architectensector de cao afgesloten. En daar hebben wij ook op verzoek van de FNV, die 14 euro minimumloon, hebben wij in de cao opgenomen. Dus dat praat ik over niet zozeer mijn raadslidmaatschap vanuit de VVD, maar wel vanuit mijn eigen overtuiging, ook als VVD-man, dat je ook werkgevers, werknemers moet aanspreken. En dan niet alleen via de bijstand, niet alleen via de minima-uitkering, maar ook via
via de cao's moet proberen het omhoog te krijgen. En wat ik positief vind, is dat eigenlijk er een brede maatschappelijke respons komt op die 14 euro. En ik heb nagerekend voor onze eigen cao, maar dat is deel van mijn werk. Dat is substantieel, dat is een substantieel bedrag. Nou zei u ook iets anders. Hè? U zei van het is niet alleen het minimumloon, het is niet alleen het bedrag waar het om gaat. Maar waar het ook om gaat is dat, en dat is het gevolg van volgens mij van die participatiewet, hè, waar we het over hebben. Klopt. Is dat mensen in een soort van baantjescarousel terechtkomen. Ja, ik noem het de arbeidscarousel. Heel kort beschrijven wat dat is dan? Ja, de participatiewet is natuurlijk vanuit 2015 gelanceerd. Hè? Die is overgedragen naar de gemeente. En het enige doel van die participatiewet was om te bezuinigen. Ja. Want mensen zouden allemaal wel kunnen werken. Dat was de gedachte. Dat was de gedachte, ja. Maar dat is tevens ook een bezuinigingsronde. Maar goed, die baantjescarousel, die hele participatiewet, die is zo, ik kan niet anders zeggen dan het woord hardvochtig gebruiken, dat heel veel gemeenten een dwangmiddel in handen hebben gekregen om tegen jou te zeggen, hè, je bent architect, je bent ontslagen en je komt binnen bij het gemeentehuis, je WW zit erop, hè, je bent 59, je kan geen baan meer vinden, want wie wil jou nog als 59-jarige architect? Misschien is het een ander beroep. En dan kom je bij de gemeente en dan kan de gemeente zeggen, nou, we hebben hier vandaag meteen voor u werk, u mag gaan schoonmaken. Niks mis mee. Maar je verkeldert in jouw inkomen, terwijl je een heel leven achter je de rug dan, hebt. En je zit daarmee ook in een soort van tijdelijke baan? Ja, je zit in een tijdelijke baan. Want dat is een minimum inkomen. Ja. Ja, en de gemeente heeft de macht in handen. Op het moment dat jouw contract afgelopen is, moet je weer terug naar die gemeente om jou naar de volgende plek te sturen. Ja. Ik noem ze maar even op. De BCC, de HEMA, de Albert Heijn, de fabrieken, de distributiebedrijven. Ik heb het allemaal niet kunnen checken of het klopt wat u zegt. Nee, dat begrijp ik. Maar daar heeft de gemeente natuurlijk werkmakelaars voor. Ja. En die werkmakelaars die zorgen dat die mensen rondgepompt blijven worden. Ja. Ik wil even één punt maken. We hadden hier normaal een vierde stoel aan tafel gehad. Ja. Op die stoel hebben we uitgenodigd wethouder Marijn van Ballengooien. Die gaat over dit onderwerp. Maar die heeft gezegd, ik kan niet. En dat had niks met agendaproblemen te maken. Maar laten we even kijken wat hij gezegd heeft. Hij zei, mevrouw Rode vertelt te veel onwaarheden. Dat wordt geen goed gesprek, maar een wel eens niet eens verhaal. En daar heeft de kijker niets aan. Ik heb u nog niet kunnen betrappen op onwaarheden. Maar hoe moet ik dat nou duiden, zoiets? Ja, dat weet ik niet hoe hij dat zo voor... Ik kan dat niet duiden. Ik vind het jammer dat hij niet is, want hij had dan de gelegenheid om tegen mij te vertellen wat er dan niet juist zou zijn. Ja. En ik ben toch echt een vrouw ik sta toch echt met twee voeten op de grond. Ja. En ik verkeer dagelijks met mensen die in armoede leven. Heeft u al waarheden ontdekt? Nee, dus ik wil er wel even op ingaan, hè, want onwaarheden, als die er zijn, dan zouden we dat moeten zeggen. We kunnen daar straks misschien iets over zeggen. Waarom discussies in raadscommissies soms niet lopen zoals ze moeten lopen. Maar je mag ook van mening verschillen. En van mening Precies. verschillen is iets anders dan onwaarheden. Kijk, ik verschil wel met mevrouw Rode van mening over wat ze net zei. Kijk, als mensen op een of andere manier geen werk meer hebben, dat er dan een val komt in inkomen, dat is zo. Ik denk niet dat de overheid al die problemen op kan lossen. En ja, dan is de verschil van mening wat we denk ik hebben, dat ik toch vind dat mensen zelf verantwoordelijk zijn. Hè? En nogmaals, er kunnen situaties zijn, zoals bij u, dat bijna niet op te lossen is of praktisch überhaupt niet op te lossen is. Maar het feit dat iemand ergens zijn baan verliest, moet hij natuurlijk zelf gaan zoeken naar ander werk. En dat kan betekenen dat hij dan ook wat minder verdient. Dat kan een overheid ook wat mij betreft niet compenseren. Maar dat is een verschil van meningen. Dat is geen gesprek over onwaarheden. Kijk, wij gaan misschien politiek wat meer uit van de eigen verantwoordelijkheid. En daar kan je over discussiëren waar die begint en waar die ophoudt. Dat verschilt ook per persoon. Ik denk dat uw situatie een andere is dan van de persoon, die denkbeeldige persoon die mevrouw Rode net beschrijft. Dat je op een gegeven moment wat minder gaat verdienen, dat hoort ook een beetje bij het leven. Op het moment dat het werk wat je doet, dat daar geen vraag naar is, of op bedrijfseconomisch ontstaan daar problemen. Iedereen heeft wel, ik heb dat ook gehad. Nou, mevrouw Rode, als ik even mag onderbreken, mevrouw Rode zegt iets anders. Hè. Die zegt eigenlijk, door die participatiewet ziet de gemeente kans om mensen tijdelijk bij bedrijven neer te zetten die daar ook een belang bij hebben. Die belang hebben bij die tijdelijke krachten. Om vervolgens die mensen ook weer na een half jaar, of hoe lang is de periode, op straat te zetten. En dan zijn ze eigenlijk niet verder gekomen. Klopt, en dat heeft met alles te maken met de subsidies. Hoe kijkt u dat? Nou, dat klopt. Ik ken daar ook een heel veel mensen van. Dat ik natuurlijk wel in dat wereldje zit, helaas, waar mensen wat minder geld hebben. En ook werkende.
En die worden inderdaad dan bij de HEMA, BCC neergezet. En dan krijgen ze een contract van een half jaar. En al die bedrijven weten donders goed van, nou, als ik het half jaar, dan hoef ik het niet te verlengen. Want als ik het dan verleng, dan moet ik het 3 keer een half jaar doen. Dus ze gooien het netjes eruit. En dat weet eigenlijk ook de gemeente. En daardoor komen ze inderdaad in dat rondje te zitten. En ik zie daar heel veel verdriet en heel veel ellende van. Dat zijn komen. Dus mensen die gewoon willen werken en die eigenlijk op zoek zijn naar een baan die ook toekomstperspectief biedt. Ja, en dat hoeft niet als het dus inderdaad een architect is geweest, dat hij dan daar is, maar wel een beetje in dezelfde lijn van wat hij hebt verdiend. En dan niet van hier naar hier onder tafel. Ja. Ja, en daar doet de gemeente niks aan. Ik zou ook willen dat de gemeente daar meer aan zou kunnen doen. En ik vind ook dat de gemeente daar misschien wel meer aan... Ze doen er niks aan. Dat ze er allemaal meer aan moeten doen. Maar dat neemt niet weg. Ik ben zelf overigens geen architect, maar het voorbeeld werd nu een paar keer genoemd. In de financiële crisis van 10, 12 jaar geleden is de sector waarin ik werkte, werd gehalveerd. Dat kwam door de financiële vastgoedcrisis. Daar ging de totale sector ging van 15.000, 16.000 mensen naar 6.000, 7.000 mensen. Maar ze hebben een halvering van de omzet, een halvering van het aantal mensen. Ja, dan gaan er heel veel mensen hun baan verliezen. Dat is niemand zijn directe schuld. Hè? Misschien dat je ergens speculanten daar de schuld van kan geven, maar dat gebeurt. En dan is die participatiewet, hè? Ik denk dat we het over het punt eens worden dat je dat zou kunnen verbeteren. En dat je dat op een hoger niveau kan brengen. Ik denk dat we daar elkaar kunnen vinden. Maar wat zou je dan willen? Ik zie de participatiewet als een handreiking naar de mensen die natuurlijk anders niet gaan. Mevrouw Rode zegt die participatie, want daar moet even naartoe dan denk ik, als u een antwoord op wilt geven. Van mevrouw Rode zegt die participatiewet wordt eigenlijk door zowel de gemeente als door bedrijven misbruikt om mensen tijdelijk baantjes te geven. Dat is eigenlijk een grote verwijt. En niet om ze echt een opstapje te geven in het arbeidsproces. Ja, dat is natuurlijk waar het om gaat. Ik vind dat de klassieke discussie van is het glas half vol en half leeg. Hè? Dus als je zegt het is half leeg, dan zeg je eigenlijk van het kan en het moet beter. Daar vinden we elkaar. Maar het is in die zin ook half vol dat je in ieder geval die mensen aan het werk houdt. Misschien niet op de manier dat je dat graag zou willen. En misschien moet je het niet voor de eeuwigheid doen. Dat willen ze zelf ook niet. Maar het feit dat die mensen mee kunnen blijven doen met het arbeidsproces. Dat ze collega's ontmoeten. Dat ze onder de mensen zijn. En dat ze niet zeg maar thuis hoeven te zitten. Dat is een voordeel. Dus ik idealiseer dat niet. Hè. Ik zie de problemen. We hebben ook wel eens een bijeenkomst gehad waar wij allebei aanwezig waren. Waar we iemand van de HEMA hadden. Die daar toch positiever over sprak dan er af en toe over gesproken wordt. Maar ik zie het als half vol en half leeg. En ik zie die participatiewet als een handreiking. En dat we als samenleving zeg maar ons zo moeten inrichten. Dat we in staat zijn om dat te verbeteren. Om daar hoe ziet u dat? Uit te vinden. Ja, kijk, het glas is natuurlijk half leeg, laat ik dat voorop stellen. Ja, want er is nou gewoon die dwang vanuit de gemeente die dat dwangmiddel in handen heeft. En hoeveel mensen werken hier niet 24 uur bij de bloemenveiling? Er zijn maar banen voor halve dagen. Die mensen moeten ook nog eens aanvullende bijstand. En denk nou maar niet dat de gemeente hier, want al die mensen willen daar helemaal niet werken. Die willen gewoon een fulltime baan, zodat ze en uit die bijstand en nog perspectief op een mooi leven, een arbeidszaam leven met een vaste aanstelling, met een goed salaris, zodat ze ook goed zeg maar uit de voeten kunnen met hun verdere leven. Maar ze worden bewust in die banen gehouden. Want je mag geen nee zeggen. En dan moet je proberen, dan ben je gevlucht uit Syrië en je wordt neergezet bij de bloemenveiling en daar moet je dan werken, want je mag geen nee zeggen, daar zijn we het over eens. En dan wil je naar een andere baan. En dan zou het werkplein in Amstelveen jou moeten helpen. Want werkplein is de instantie die dat... Ja, dat is van de gemeente. Die uitvoert, hè? En die moet jou helpen. En je kan wel zeggen de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid, maar het is een gegeven dat heel veel mensen dat gewoon niet zijn. En die hebben die hulp nodig om dat opstapje naar een normaal fatsoenlijk werk te kunnen krijgen. Ja. Want fatsoenlijk werk, dat zult u met mij eens zijn, dat willen we allemaal. Daar zijn we het over eens. Dus we zitten eigenlijk in dat situatie dat je daar wat negatiever kan zeggen. En zeggen, het is niet goed, het is niet goed genoeg en er zitten een hoop nadelen aan. Ja. Aan de andere kant... Laat ik dan zeggen, de bedoeling is wel goed. De bedoeling is goed om die mensen op een of andere manier in... Ja, maar met goede bedoelingen kom je toch niet als overheid? Nee, en dan heb ik het nog niet eens over de kosten die nodig hebben. De overheid, laten we wel eens, als we het idee hebben dat de overheid al onze problemen gaat oplossen, dan kunnen we alles hier dicht doen en dan wachten we tot de overheid voor ons gaat zorgen. De overheid moet helpen, de overheid moet wetten uitvoeren en die wetten moeten beter. En je kunt in de gemeente... Wat wij in Amstelveen ook doen, proberen daar verbeteringen aan te brengen. En als mensen dan zeggen, dat vind ik niet genoeg, hè, dat is niet genoeg, dan begrijp ik dat. Maar
Ik zou het zelf niet omdraaien en zeggen van het is slecht of het is niet goed. Het moet verbeterd worden. Mag ik een ander voorstel doen? Ja. Toevallig word ik gisteren, ik word heel veel gebeld door mensen. Wij helpen echt heel veel mensen. Ik word gebeld door een alleenstaande moeder. Zij is inderdaad gevlucht uit een land van oorlog. 5 jaar hier, heeft 3 minderjarige kinderen. 1 van 19 en een tweeling van 21. En zij heeft een bijstandsuitkering. En dan wordt zij gekort door de gemeente. En zij krijgt nog maar €600 aan uitkering. 600 nog wat. Waarom? Een van de kinderen is ziek, die heeft een ernstige ziekte. Daarvan zeggen ze, ja, je moet of studeren of je moet werken. Nou, ze kan beide niet. De andere, de tweede kind, is gestopt met zijn studie, want ze hadden geen geld voor de boeken en ze hadden geen geld om het studiemateriaal te betalen. Begeleiding van vluchtenwerk kregen ze niet, want dat heb je maar 3 jaar. En ze hebben geen idee waar ze dan moeten aankloppen. Dus nummer 2 is ook gestopt. En nummer 3 is 19 en die werkt als koerier en die verdient €450 per maand. En wat zegt de gemeente? Die jongen moet bijdragen aan het salaris van zijn moeder. Kunt u hierop reageren? Dat is natuurlijk best lastig. Ik vind het heel lastig. Dit is de praktijk. Ik snap wel dat kijk, je hebt een hoor- en wederhoorsituatie en ik ken die casus niet. Ja. En een van de dingen die in de gemeenteraad, in de commissie en ook met wethouder gebeurt, is dat dan dingen in de casuïstiek getrokken worden. En dat begrijp ik. Ik begrijp dat je dan altijd met voorbeelden komt. Dat is menselijk. Alleen het is moeilijk om op de casus schieten. Dus we hebben in ieder geval in de discussie in de raadscommissie dat niet gaat. Hè? Want dan schendt je de privacy en dan moet je dingen openbaar maken. Maar nogmaals, ik zit hier als raadslid van de VVD. Ik wil de beste zonder antwoord de geven. Namen. Ja, maar ik kan over die specifieke zonder casus. Details. Ik kan over die specifieke casus natuurlijk niet geen oordeel vellen. Dan, waarom niet? Omdat ik daar de feiten onvoldoende van ken. Maar ik schets u de casus. Ja, maar dan ik kom in de situatie dat je altijd horen en wederhoren moet toepassen. Hè? Dus ik heb gehoord, ik geleerd dat als iemand iets zegt. Dus eigenlijk zegt u, ik denk dat jouw casus niet klopt. Nee, dat zegt u niet. Okay. Ik zeg horen en wederhoren. Ja. Want ik ga uit van, dat is weer het glas half vol en half leeg. Hè? Ja. Ik ga vanuit dat de wethouder en de ambtenaren wel hun best doen om het goed te doen. En als ik het even zwart-wit mag zeggen, dan gaat u er regelmatig vanuit dat niet zo is. Daar verschillen we van mening. Hè? Ja. Ik waardeer, nou, dat is waar, dat, ik waardeer, klopt, dat klopt. Ik waardeer u enorm. Ja. Dat u dat doet, in de zin dat u zich daarmee bezighoudt en dat u zeg maar, zich hard maakt voor die mensen, dat ziet u. Aan de andere kant heb ik geleerd dat je nooit een oordeel mag geven voordat je dan ook de kant van de wethouder of van de ambtenaren gehoord hebt. En dat kan niet in de raadscommissie, hè, want dan wordt het te specifiek. Ik heb wel een ander antwoord. Hè. Ik heb een antwoord en dat zit in dat verbeteren van de situatie. Ik ben heel erg van hoe kun je het beter maken? Zonder dat je dan zeg maar iedere keer weer teruggaat in waarom het in het verleden slecht gegaan is. 2 voorbeelden. De ene is de schuldhulpverlening. Hè. Dus de schuldhulpverlening waar u het over verteld heeft. Ja. We hebben als gemeenteraad hebben we daar een rekenkameronderzoek laten doen. Dat heeft veel tijd. Hebben we allemaal. En het levert ook de nodige problemen en vraagpunten op. Hè? Maar daar zijn we uitgekomen. Ja. Er is een nieuw beleid door de zaken. Daar hebben we samen aan meegeholpen. Ook de wethouder, ook de ambtenaren. Heel mooi. En wat is er nou gebeurd? We zijn van een budget van 1 miljoen in Amstelveen naar 1,6 miljoen gegaan voor de schuldhulpverlening. Dat betekent dat we nu meer en hopelijk ook zeg maar, goede mensen hebben die dat kunnen doen. Maar het is toch eigenlijk heel erg dat er een budget verhoogd moet worden. Dat betekent dat we die stap, waarom komen die mensen nou in die schuldhulpverlening, daar moet je zitten, je moet aan de voorkant zitten. U benadrukt de verkeerde kant daarvan. Hè? Ja, oké. Okay, maar ik benadruk de kant van dat we daar als gemeente een stap gezet hebben. Maar ik doe ook even uw tweede punt als u wilt. En het tweede punt is dat een voorbeeld waar het niet goed gaat, ja. Er zijn dingen die niet goed gaan. Hè? U bent daar een voorbeeld van en dat betreur ik. Als ik dan kijk naar het totaal, dan heb ik nagekeken dat wij in het kader van de inkomensregeling, het was het jaar 2018, maar dat was het laatste jaar, dat we 2,6 miljoen uitgegeven hebben aan extra inkomensregelingen en dat we daar 4400 gevallen, casus hebben opgelost. Dan zijn er 4400 gevallen geweest die in totaal zeg maar, de gemeente 2,6 miljoen gekost hebben, in de positieve zin van het woord. En dat vind ik dan positief. Dus ik ontken niet dat er fouten gemaakt worden. Ik ontken niet dat er dingen voor verbetering vatbaar zijn, maar ik kijk veel meer naar de kant van we zijn met z'n allen bezig om het te verbeteren. Ik wil even naar het volgende punt. Dat is wat kun je eigenlijk als gemeente doen? Je hebt te maken met een overheidsbeleid. Ook een participatiewet moet je op een bepaalde manier uitvoeren. Nou, daar heb je een zekere mate van ruimte en vrijheid in. Dat is wat u steeds zegt. Maar er zijn ook echt specifieke gemeentelijke regelingen
Bijvoorbeeld bijzondere bijstand, woonkostentoeslag, kosten voor computers voor kinderen. Dat zou je in principe zou je dat als je een laag inkomen hebt bij de gemeente moeten kunnen declareren, om het zo maar te zeggen. Alleen er is een probleem, want die mensen die dat aangaat, die zijn vrij moeilijk bereikbaar. Dat is ook niet voor niks. Ja. U heeft het ook al gezegd, hè? Daar wil ik heel graag op ingaan. Ja. Ja. Nou, voor u dit doet, ik wil even, de gemeente heeft in 2018 een campagne gevoerd. Die startte volgens mij in het Cobra Museum notabene. En die campagne was erop gericht om zoveel mogelijk mensen te bereiken die in aanmerking komen voor die bijzondere bijstandsregelingen. Laten we even kijken naar een van de filmpjes die toen gemaakt zijn. Hi, ik ben Tanja, ik ben 43 jaar en ik kom uit Amstelveen. Je kan er elke dag treurig over zijn, maar ja, dit is de situatie en daar moet je gewoon het beste en het leukste van maken. Gelukkig hebben we natuurlijk de regelingen. Als ik dat niet had, dan had ik het gewoon echt niet gered. Ik ben moederoverste en dit is mijn kroost. Dit is Jasmijn. Zij heeft een ontzettende sterke persoonlijkheid, maar ze is ook wel een beetje de diva van de stijl. En dit is Joy. Intelligent en heel erg lief, maar op het voetbalveld moet je voor haar uitkijken. Ik vind dat mensen zich er echt totaal niet voor hoeven te schamen. Het is juist knap als je er open en eerlijk over bent, vind ik. En dit is Duke, een echte daredevil buiten en binnen echte gangmaker. Als ik kinderen zie met leuke dingen wat nieuw is en mijn moeder kan dat niet betalen, maakt het ook niet uit. Ik hoef ook niet alles te hebben. En dan hebben we nog Maddox, de jongste van het gezin. Hij heeft heel veel energie en hij is ontzettend grappig. We zijn een minima gezin, maar halen creatief het maximale eruit. Ja, dit zijn die regelingen. Hè? Mevrouw Rol, wat wilt u daarover zeggen? Hartstikke mooi. Ja. Dan ga ik toch alweer even terug naar het begin dat ik hier kwam en in de jaren daarna. Als je komt voor een bijzondere bijstand of voor een aanvraag voor iets bij het loket, dan word je veelal weggestuurd. Heeft u geen recht op? Ja, maar ik wil het formulier. Nee, mevrouw Rol, dat heeft u geen. Ik zeg, maar ik wil het formulier. Ik zeg, daarna gaan we bepalen of we er recht op hebben, ja of nee. Ik mag dat formulier mee, dat krijg je niet eens mee. Waarom niet? Omdat degene die achter het loket zit bepaald heeft dat ik er geen recht op heb. En dan krijg je het ook niet mee. En daar moet je heel veel strijd voor. En dan ben ik een sterk persoon. Maar er zijn heel veel mensen die huilend de deur uitlopen. Ik heb ook wel gehad een tijd. Maar ik weet nu waar mijn rechten zijn. Ik weet waar ik sta. Dus ik ga niet zonder dat formulier weg. En ik ook dankzij... Maar hier gaat toch een heel andere boodschap vanuit. Hier gaat de boodschap vanuit van, alsjeblieft... Klopt totaal niet in de praktijk. Meld je bij ons, dan gaan we het beoordelen. Dat is toch een heel ander verhaal? Ja. Maar en dit is de praktijk. En niet alleen bij mij. Maar heel veel minima gezinnen hebben dit. Deze campagne heeft niets opgeleverd. Ze proberen... Hoe komt dat, dat die campagne niks heeft opgeleverd? Omdat ze weg worden gestuurd. Zat er nog niet in het Cobra Museum moeten starten. Nee, dat is misschien een punt. Maar waarom heeft dit niks opgeleverd? Het heeft heel veel geld gekost. En ik denk ook dat dat geld, dat zit op dat bedrag waarvoor volgens u de gemeente heel veel geld aan minima hebben besteed. Maar dit is een campagne weggegooid geld geweest. Hoe kan dat? Hoe komt dat? Ja, omdat het mensen gewoon niet bereikt. Waar mijn partij al een paar jaar, nu 3 jaar voor strijdt. Waarom krijgen die mensen niet gewoon thuis een folder met alle minimaregelingen? Nou, de wethouder wil die niet mensen, aan. U heeft het al heel duidelijk. Mensen die arm zijn, waarom kan je die niet gewoon die folder sturen? Hier heeft u recht op. Gewoon door de brievenbus. Ik heb wel eens, geloof ik, een keer gezegd, stuur de postduif. Waarom gebeurt waarom dat dan niet? Moeten mensen dat? Waarom krijgen ze die folder niet? Ja, ik heb wel eens begrepen dat daar een punt zit van privacy en noem maar op. Dat is een volkomen flauwekul. Dat is wel een alle argument wat je hoort. 70-jarige... Ja. Dat kennen ze niet bij de gemeente, hoor. Sorry. Nee. Nou, ik heb wel eens begrepen, maar ik weet niet, meneer Verkijn, hoe u dat ziet. Maar dat een van de argumenten om dat niet te doen, is dat de gegevens van bijvoorbeeld een belastingdienst niet gedeeld mogen worden met de gemeente. Dat is ingewikkeld, maar... Nee, dat is niet waar. Ik weet het niet. Ik denk dat dit zijn dingen die oplosbaar zijn. Hè? Dus ik denk dat we... Ik denk dat er niemand... Hè, dat wij gaan niet naar ons werk toe met het idee, laten we vandaag de boeders flink de soep in laten lopen. En ik denk dat die mensen die... onze ambtenaren in het stadhuis, ook moeilijke tijd met Cobra, dat er niemand is die 's morgens opstaat en denkt... Corona bedoelt u? Met corona. Ja, Cobra.
corona. Ja, sorry, corona. Je zou je bijna verstreken. Ja. Nee, er is toch niemand die naar zijn werk gaat of die opstaat 's morgens en denkt van ik ga de boel eens flink belazeren. Dat begrijp ik. Nee, maar dat begrijp ik. Maar dus daar geloof ik niet. Nee, maar dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar de vraag is natuurlijk vooral met welke intentie mensen hun werk moeten doen. Is de intentie van... jij ziet het ook een beetje bij de kindertoeslagaffaire natuurlijk. Hè? Is de intentie van... We moeten die mensen zoveel mogelijk controleren, want vertrouwen ze niet en het zal wel niet goed zijn. Ze zullen de boel wel besodemieteren. Of is de intentie van, misschien moeten we kijken hoe die mensen het beste kunnen helpen. Dat heb je natuurlijk bij die kindertoeslagaffaire heel sterk gezien. Ja, en natuurlijk. Ja, tuurlijk. En daar hebben we van geleerd. Hè. Zo moet het niet. Hè. Maar we moeten ook in herinnering brengen dat gestart is met de Bulgare fraude. Waar er ongelooflijk veel geld naar Oost-Europa gegaan is. Voor mensen die er geen recht op hadden. En toen heeft de Tweede Kamer enorm zitten debatteren over het moet strenger, het moet strenger, het moet strenger. En er zijn bekende mensen, wie ze namelijk hier niet zal noemen, maar zitten in de Tweede Kamer. Die toen geroepen hebben van de beuk moet erin, want er wordt misbruik gemaakt van overheidsgeld. En daarna degene waren die het hardste riepen van we zijn te streng geworden. Het is dus klaarblijkelijk moeilijk. Om aan de ene kant te zorgen. Ken ik er ook nog wel een paar mensen Nee, goed. Dus die toeslagenaffaire heeft er bij ons allemaal ingehakt. Ik denk echt zoals ik, want ik ben nu zeg maar ruim 11 jaar. Ik ben 1 jaar burgerraadslid geweest, zoals mevrouw Rode. Ik ben nu meer dan 11 jaar raadslid. Ja. En ik probeer 12 jaar misschien nog wel langer. Maar ik ken het gemeentehuis niet als een organisatie die moedwillig zeg maar mensen de deur wijst. Ik zit hier tegenover u, ik luister naar u en het is goed dat we dit zeggen. Ik heb respect voor u dat u dat zegt. Nee, maar dat heeft u echt wel gezegd, maar ik wil even naar mevrouw Rol. Ik wil mijn eigen ervaring. Ik wil even naar mevrouw Rol. Dat niet zo is. Zal ik de partij zeggen? Nee, en niet alleen vanuit mij? Ga uw gang. Uw eerste stelling van, zijn we erop uit om expres te denken van deze mensen belazeren het en, of is het nou anders? Daar zijn ze op uit. En dat is in de praktijk is dat ook zo. Ik kom in 2013 me netjes voorstellen. Ik ben Barry Rol, ik ben pleeghouder. Ik heb wel een vriend, maar daar woon ik niet samen mee. Ik ben hier komen te wonen, zo is mijn situatie. Dit is mijn vriend, naam en toenaam. Ja, dat is oké, prima. Ze moeten het niet opschrijven dan. Nee hoor, degene die mijn aanvraag zou behandelen voor alles wat ik nodig had bij de gemeente. Een aantal jaar daarna kreeg ik een brief, terwijl ik volop in de problemen vanuit de problemen die vanuit de gemeente zijn gekomen, alles proberen op te lossen. En ik ben anoniem gestalkt. Ze hebben mijn Facebook hebben ze ingebroken, terwijl dat op privé staat. Ja, ja. Ik moest op een gegeven moment, krijg ik een briefje van, wilt u even bankgegevens eventjes weer even afgeven. Ik zeg, maar dat heb ik net 2 maanden terug gedaan. Dat is nog heel tijd, helemaal niet. Nee, maar geen antwoord erbij. Ik zeg, nou ja, dan wil ik een afspraak, want ik ga dat niet zomaar af. Ik wil weten waarom ik dit nu moet doen. En wat is de gedachte? Waarom is dit gebeurd dan volgens u? Ik heb uiteindelijk heb ik met veel 5 en 6 heb ik een afspraak gekregen. En ik ben netjes met mijn bankpapieren gekomen, want ik heb niks te verbergen. Ik ben een open boek. Maar wat steekt u dan? Ik daar kom en dat ze zegt van ja, dank u wel. Ik zei nee, ik heb een afspraak, ik wil weten waarvoor ik die moet in. En toen kwam ik er dus achter dat ze op mijn Facebook hadden gezien dat ik een foto van mij en mijn vriend uit het jaar 2000 had opgezet. Wat ook helemaal niks met Amstelveen te maken had, want toen woonde ik nog in Amsterdam. En toen hebben ze aangenomen dat ik aan het samenwonen was. En toen hebben ze me geschaduwd. Ze hebben me afgelegd. Ja. Ze hebben me gecontroleerd. Maar geschaduwd, hoe bedoelt u dat? Ze hebben een autootje in de straat bij mijn vriend gezet. Ze hebben mij geschaduwd in de straat. Ze hebben me afgelegd wanneer ik wegging, wanneer ik kwam. Ja, ze konden me nergens op pakken. Want ik ben eerlijk, ik heb dat net gesmeld. Ik kom op vrijdagavond kom ik bij mijn vriend. En ik ga om zondag na het eten weer weg. Ze hebben mijn gegevens wel ingekeken bij de belasting. Want ze konden mij alles vertellen wat hun niet horen te weten. Ik vind het moeilijk om daar precies op in te gaan. Ja. Want het is maar een situatie, maar ik begrijp het verhaal. Nee, niet alleen mijn situatie. Omdat ik dus natuurlijk in dat wereldje zit, kan ik er zo wel helaas meer dan 2 handen op zetten. U zegt eigenlijk van, ja, ik vind het moeilijk om daarop in te gaan, uw verhaal ook, maar mevrouw Rode, waar gaat het nou eigenlijk in de kern om? Is het nou de instructie, die ambtenaren krijgen, de verkeerde?
Ja, dat weet ik niet, want ik vraag al 3 jaar om die werkinstructie, maar die krijg ik niet. Die bestaat niet. Dus dat is ook wel een heel interessante vraag. Hoe moet je hier werken? Dat is natuurlijk de vraag, ja, in zo'n situatie. Ja. Vooral, ja. De gemeentebestuur regeert, maar de ambtenaren voeren het uit. En de Precies. vraag is dan, hoe moeten zij hun werk De vraag is of er ongeschreven beleid is. Kijk, ja, ik weet natuurlijk, dat weet meneer Frequin ook, dat er fraudeonderzoeken lopen. Ja. En er zijn ook mensen die inderdaad fraude plegen. Maar we weten ook allemaal dat nog geen 1% is van alle fraudezaken in heel Nederland. Als we kijken naar de witte bordencriminaliteit, gewone criminaliteit, het graaien van de banken. Ja, oké, maar dat is een veel hoger percentage. Ja. Maar er is kennelijk een drijfveer ja, om mensen die het heel slecht hebben, om die zeg maar van voor naar achteren, van links naar rechts te bestuderen of ze 1 stap verkeerd hebben gezet. U zegt eigenlijk, dit beleid, en dat wil ik nog even ook aan u vragen, dit beleid is te veel gebaseerd, en dan moet je niet de ambtenaren op aankijken, dan moet je de gemeentebestuur op aankijken. Uiteraard. Het beleid is nog te veel gebaseerd op wantrouwen. De mensen zullen de boel wel beduvelen. Nou, wat vindt u daarvan? Ja, nou goed, dat is niet de bedoeling. Hè? Dus ik denk dat we dat niet willen. Daar zijn we het over eens. We willen dat niet. Hè? En we verschillen van mening in hoeverre dat gebeurt. Ja. Dus het verschil van mening zit in hoever gaat dat. Maar het feit dat u dat zegt, dat moet serieus genomen worden. Ik heb begrepen dat de wethouder een keer u uitgenodigd heeft om daarover te praten. U heeft een keer met de wethouder daarover gesproken. Ja, en dus de wethouder heeft dus, omdat hij verantwoordelijk is voor wat er met u gebeurd is. Hè? Misschien dat het zijn voorganger was die dat gedaan heeft, maar of die daar toen zat. Maar hij heeft u uitgenodigd voor een gesprek. En dat vind ik horen bij Amstelveen. Ik vind dat wij dus een grote hebben, hè, van een aantal mensen. Dat de wethouder, als hij zo'n verhaal hoort, hè, dat hij u uitnodigt en met u een gesprek aangegaan is. Ik heb min of meer begrepen dat gesprek niet goed verlopen is, wat dan ook. Maar in ieder geval, hij heeft dat wel gedaan. En dat vind ik dus goed. Ja. En als dan de vraag van meneer Smit is van hoe zit dat nou? Ja, dan vind ik dat we van dat wantrouwen af moeten. Ja. We moeten leren van die toeslagenaffaire. Ook hier, ook in dit dorp. Uiteraard. Alleen, waar we van mening over verschillen, is dat mevrouw Rode iets te veel, naar mijn stellige overtuiging, benadrukt dat we het niet goed doen. Ik zie heel veel dingen dat het wel goed gaat. Ik ben ook een keer als raadslid een aantal jaren geleden een dag meegelopen met het loket. Heb ik daar ook een dag achter het loket gezeten. Ja, kan je zeggen van, hebben ze extra hun best gedaan omdat ik erbij was. Nee, goed, maar dat ze kunnen niet hun leven zeg maar ineens in die ene dag anders doen. Dus mijn stellige overtuiging is dat die mensen dat zo goed mogelijk proberen te doen. En voor zover dat glas half vol en half leeg is, ja, benadruk die half volle kant. En gaan we zeggen, hoe gaan we dat volmaken? Dat heeft u. Ja, maar dan heb ik toch nog een vraag aan u. Ja. U zegt net, mevrouw Rode zegt net van, ze moeten van €907 uitkomen. U zegt, nee hoor, het is veel hoger. Dan wil ik weten waar heen. Dat is. Ik heb mijn voorbereid. Elk tientje voor ons is hoger, hè? Nou, hier zijn de bedragen. Dus de bedragen. Zit het nu rond de 1000? Voor alleenstaanden zijn 1075. Dus 1075. Ja, dus laat ik zeggen, we gaan daar niet hebben. Ik denk, ik heb wat gemist. Het is iets hoger. Mag ik ook nog een vraag stellen? De laatste. Ja, want in de laatste notitie over de aanpak van armoede in het gemeentelijk beleid. We hebben zo'n notitie van gekregen. Ja, deze. Je hebt hem voor je. En wat mij dan verbaast is, echt waar, daar zakt mijn broek een beetje van af, is dat de wethouder onderzoek gaat doen naar hoe het komt dat we mensen arm zijn. Nou ja, is dat zo'n gek idee dan? Nou, wat denk je zelf? Het lijkt mij niet zo gek dat als je de oorzaken wil aanpakken. Nee, maar met alle respect. We weten natuurlijk al jarenlang hoe het komt dat mensen arm zijn en in armoede gehouden worden. Dat is gewoon een feit. Ja, daar verschillen we van mening over. En dat je een hogeschool een opdracht geeft. Niemand wil dat. Nee, dat snap ik. Maar dat je een hogeschool de opdracht geeft, en dat gaat ook weer met geld gepaard, om te onderzoeken hoe het nou kan dat mensen arm zijn en hoe moeten onderzocht worden, hoe kunnen ze uit die armoede krijgen. Okay. Daar stak mijn broek van af, want dat weten we al lang. Want de armenhuizen bestonden 200 jaar geleden al. En we hebben nog steeds armoede in Nederland en ook in Amstelveen. Nou, dat is een mooi bruggetje. Dat is een heel mooi bruggetje naar mijn slot. Ja. En mijn slotvraag is, en ik hoop dat u daar kort een antwoord op kunt geven. We hebben dit probleem al heel lang, eeuwenlang. Ja. Al sinds de mensheid bestaat misschien wel. Is het oplosbaar?
Ik ben een positivo, dus ik denk dat het kan. Alleen moet wat meer vertrouwen. En ik zou mevrouw Rode willen uitdagen om daar iets meer vertrouwen in te hebben. En dan naar de goede kant te werken. En de voorbeelden die mevrouw Rol aangeeft, ook van haarzelf. En ik, nogmaals dapper dat u hier zit. Dat we daarvan leren om het gewoon per saldo beter te doen. Mevrouw, die kant moeten we uit. We moeten niet terug. Is het probleem oplosbaar? Nou, ik denk dat de positie van de arme mensen in Amstelveen wel te verbeteren is. Ja. Maar dan moet je het ook willen. Okay. Mevrouw Rol? Aan u het laatste woord. Het oplosbaar, denkt u? En wat moet er gebeuren? Wat moet er gebeuren? Misschien moeten jullie ook eens bij de kern beginnen. Vanuit de gemeente misschien een mooie ploeg mensen aantrekken. Naar de scholen sturen. En dan bij groep 6, 7, 8 beginnen. Met van inkomen en uitgaven. Dat ze, wat betekent schuld, hulpverlening? Hoe kan je er... voor zorgen dat je er niet in komt. Hoe kan je zorgen hoe je met je geld omgaat? En hoe kan je ervoor zorgen wat je mag gaan aanvragen, dat je weet waar je het moet aanvragen? Mooie afsluiting, dank u wel. Ik dank u voor uw aanwezigheid. Fijn dat u over dit onderwerp wilde spreken. Dames en heren, dit was 1 Amstelveen. Volgende week een nieuwe aflevering. Volgende week is het Boekenweek. En dan heeft hij Matthijs Groenewoud aan tafel. Tot volgende keer.